Nou, we staan weer bij de vallen van het Camp de César. In de droge gracht. Julien, wat vind je er allemaal van? Ja, ik vind het wel indrukwekkend. Je hebt inderdaad, zoals je in de vorige film al zei, verbeelding nodig om te beseffen waar je loopt. Maar als je die verbeelding dan zijn werk laat doen en denkt dat hier 2000 jaar geleden gewoon Romeinen liepen, Asterix en Obelix, Idifix, dan is dat heel gaaf. Ja. Dat vind ik wel heel indrukwekkend. Ja, hè? Dat is beter. Beter aan het veld werken. Ja. Ja, leuk. Ons Peters jas, dus geen Romeinse jas. Een beetje omzichtig lopen, want het is allemaal hartstikke oneffen. Ja, ja, een 2,5 week na mijn meniscusoperatie, het valt allemaal niet mee. Maar toch, hij heeft me de berg opgelokt. Het waarschijnlijk. Ja, we staan hier onmiskenbaar in een 20e eeuws rupsbandspoor. Oh jee. Oh mijn knie. Oh jee. Oh mijn meniscus. Oh, dan moet ik alleen naar huis. Oh, alleen naar huis? Dan moet ik jou achterlaten in het bos. Oh, hij breekt me helemaal. Ah, kom op joh, mietje. Oh, oké. Okay. Dacht je dat zo'n Romein daar last van zou hebben? Oh nee. Het was ook een Romein, hè, meniscus? Ja, ja. Ja, daar zit ik hier nog in. Een boleet. Een boleet. Een scheet van een boleet. Nou, leuk dat je dat nog even deed voor de film. Ja, even kuntje. Nou is het simpel om naar huis te komen. Simpel? Bij je poten zijn gebroken, zo.